Hoe leuk is het om met een grote groep, bijvoorbeeld vrienden of familie, op vakantie te gaan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor. Maar hier, bij de Meppedennen, daar hebben ze een speciale groepsaccommodatie. Nou ja, in een prachtige omgeving. En er is hier van alles te doen, dus daar wil ik natuurlijk meer over weten. Ja, Jan-Willem, ik moet bekennen, ik was nog nooit in Meppen geweest, maar echt een schitterend dorp als ik hier zo kijk. Ja, mooi hè. Jullie hebben hier een groepsaccommodatie. Ja. Hoe is dat bedrijf tot stand gekomen? Nou, dan moeten we toch een heel eind terug, zeg maar. Het was voor de oorlog, 1930 ongeveer, dat de grootouders van mijn vrouw begonnen zijn. Ze hadden een stuk bos en in dat stuk bos was een groep kinderen op vakantie. En er brak een onweer los. Oh. Dat oma zei, die kinderen die moeten daar weg, die moeten in de boerderij. Zo is het eigenlijk begonnen. En zijn jullie het hele jaar open? Ja, we zijn het hele jaar open. Alleen de piek ligt natuurlijk tussen april tot en met oktober, de weekenden. En dan loopt het zo langzaam af. En dan natuurlijk met oud en nieuw, dan zit er wel weer bezitting, ja. En hoe lang van tevoren moeten mensen reserveren? Nou, als ik de boekingen voor volgend jaar, die zijn nu al begonnen. Okay. Dus, ja. En wat voor activiteiten zijn hier allemaal? Ja, de activiteiten zijn divers. Wij hebben een grote speelweide is bij de accommodatie, waar kinderen kunnen spelen. Drenthe is een fietsprovincie, dus er wordt heel veel gefietst, gewandeld. Het bos ligt hier als een halve maan om het dorp heen, dus je kunt hier fantastisch speurtochten, wandelingen maken. En jullie hebben ook een eetcafé, hè? En we hebben een eetcafé erbij, ja. Nou, ik ben hier natuurlijk niet voor niks. Ik wil jou graag ergens mee helpen, dus is er iets waar ik jou mee kan helpen vandaag? Nou, we hebben toevallig vandaag een aantal wandelaars en die komen straks bij ons de lunch doen, ja? In de vorm van een boerenbroodplank. Ja? Dus je zou mijn vrouw heel goed kunnen helpen daarmee. Nou, heel graag. Oké. Okay. Gaan we dat doen? Prima. Aaltje. Hoi, dag maar. Jouw man zei dat ik jou heel goed kon gaan helpen. Nou, zeker, want ik moet een aantal broodplanken maken. Dus dat, als jij mij wilt helpen, tuurlijk, heel graag. Tuurlijk, wat ik kan doen. Want waar bestaat zo'n broodplank allemaal uit? Nou, ze beginnen met een lekker kopje eigengemaakte soep. Ja. Dan lekker vers brood met ja, kaas, vlees, jam en een gebakken eitje. Lekker eitje van de buurman hier. Van alles wat? Van alles wat, ja. Zo. Nou, ziet er prima ja, uit. Dat heel gezellig. Het ziet er heel goed uit. Met soepje erbij. Nou. Ze zitten buiten, geloof ik, hè? Ja, hoor. Nou, die bijna met op. Buiten.